Noelle Venneman, 14e geworden op skeleton, knappe prestatie. Ben je tevreden mee? Ja, ik ben super tevreden, omdat ik deze week ben gecrashed en super bang was geworden dus. En dan nog 14e geworden, dus ik ben super tevreden. Jouw sterke punt is de start bij het skeleton. Kon je die vandaag goed benutten? Nee, vandaag ging mijn stand niet zo goed. Ik weet ook niet hoe dat kwam, maar ik had een slechtere tijd dan normaal. Dus. Maar in het veld gezien was jouw start wel de tweede tijd. Kun je eens over die eerste run vertellen? Mijn eerste run had ik 57,3 of zoiets. En ja, dat ging op zich wel goed. Ik maakte een paar fouten. Wat ging er goed? Kun je dat uitleggen? Bocht 1 en 2 ging goed. En van bocht 3 tot en met 6 ging een beetje fout. Toen ging het wel weer goed en na bocht 13 ging het ook wel een beetje fout. En de tweede run, hoe ging die? Ja, de tweede run ging supergoed. Toen had ik 56,81. En toen ging alles wel gewoon goed. Je bent 14e geworden op het Jeugd Olympische Spelen. Toen je hier naartoe kwam, welke positie had je toen voor jezelf in gedachten? Top 15 was mijn doel, maar ik had echt niks verwacht, maar ik ben super blij ermee.